En daarmee open ik officieel GLOW 2014, een stad in beweging. De voorstelling Transcendent van Casa Magica in de Augustijnenkerk was populair. Ook al moest je ervoor betalen, alle voorstellingen waren zaterdagavond, de openingsavond, uitverkocht. Maar er was nog veel meer te zien op de route. De spoorzone werd opgelicht door schommelende lichtballen en dansende vrouwen. En op de parklaan, dit jaar voor het eerst opgenomen in de route, schitterden de lampjes. Hoe vinden jullie het? Vet. We vinden het heel leuk. Heel vet, ja? Ja. Ja. En hebben jullie al ver gelopen? Ja. Best ver. Indrukwekkend zal ik zeggen. Dus je moet er een beetje aan wennen. Aan al dat licht dat op je afkomt. Ik vind het echt super mooi. Ja, echt, ik kom hier al een paar jaar. En ik vind het echt elk jaar weer, ja, ik kom elk jaar gewoon weer terug, omdat ik het echt super mooi vind om er naartoe te gaan. Ik weet al wat het zijn. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, indrukwekkend, tweede jaar. Maar totaal anders dan vorig jaar, dus meer dan de moeite waard. En hebben jullie al de hele route gelopen? Ja, ik denk het, want we zijn hier eigenlijk nog nooit geweest. Bijna. We moeten nog een klein stukje doen. Veel positieve reacties dus. Maar het pronkstuk op de markt werd niet door iedereen begrepen. En dat viel eigenlijk een beetje tegen, maar ja. Ja, maar bent u eerder in jaren al geweest? Ja, het was altijd heel leuk. Ik had zoiets van, oké, en dit is? Nee. Ja. Nou, ik vind het heel raar. Wij gingen de trap op. En de trap af. En alleen de trap af en dat was het. En een muziekje. Ik snap de glow niet. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Maar ja, het zal vast, ja, ik weet niet, het zal vast heel mooi zijn. Dit is het eerste wat we hebben gehad. En we gaan nou verder de rest de glow lopen. En ja, we maken er gewoon een leuke avond van. Ja, precies. Het eerste glow weekend heeft al zo'n 125.000 bezoekers getrokken. De organisatie verwacht in totaal 250.000 bezoekers, evenveel als vorig jaar.